Horrorvrienden en vriendinnen, het Imagine Film Festival staat weer voor de deur. En dat betekent dat er ook een Night of Terror aan zit te komen. Nou, dan weten jullie allemaal hoe laat het is, natuurlijk. De Night of Terror vindt dit jaar plaats in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april. Ik heb goed nieuws en ik heb iets minder goed nieuws voor jullie. Het minder goede nieuws is dat we dit jaar niet in het vertrouwde Tuschinski Theater zitten, maar in Pathé de Munt. Ik vind het ook jammer, maar de directie van Tuschinski heeft beslist en wij moeten ons daarbij neerleggen. Het goede nieuws is dat we een ijzersterk programma voor jullie op stapel hebben staan. We beginnen met het Australische Wormwood, een kruising tussen Mad Max en een op hol geslagen zombiefilm. Daarna From the Dark, een hele naargeestige, spannende vampierfilm uit Ierland. En wat mij betreft een van de verrassingen van dit jaar. Daarna It Follows, nu al de horrorhit van het jaar. En een film die met veel succes op andere internationale festivals van een fantastische film draaide. En nu dus ook op Imagine. En dan sluiten we af met Reversal, een zogenaamde rape revenge film. Maar dan wel eentje die zijn wereldpremière beleefde op het beroemde Sundance Film Festival in Amerika. Er is natuurlijk ook een Scream Queen contest. En ik ben aanwezig om alle films persoonlijk bij jullie te komen inleiden. En tussen de bedrijven door met jullie van gedachten te wisselen over de stand van zaken in het horrorgenre. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Ik hoop jullie ook. En graag tot ziens op de Night of Terror.